Beste CLB-medewerkers, vandaag is het jullie dag en ik vind het eigenlijk niet meer als normaal dat er ook eens een dag van de CLB-medewerker is. Want in deze strijd tegen COVID leveren jullie een hele aparte en bijzonder geapprecieerde bijdrage wat mij betreft. Jullie werken jezelf uit de naad om te informeren, om te testen, om te contact tracen, om clusters te begrijpen, om de scholen veilig te houden. En dat eigenlijk is eigenlijk helemaal niet jullie normale dagelijkse taak. Dat gaat helemaal naast jullie normale werk, dat zoals bij ons allemaal enorm in de verdrukking komt en anders eigenlijk ook heel erg belangrijk is. Dus van mijn kant wil ik jullie van harte bedanken voor al die inzet, voor al die uren die er al geweest zijn en die helaas, vrees ik, nog gaan komen de komende maanden. Er zijn zeker betere tijden in het verschiet, rustigere tijden mag ik hopen, voor ons allemaal. Maar vandaag staan jullie extra in de bloemetjes en in de aandacht. Ik hoop dat dat voor jullie allemaal een beetje een hart onder de riem kan zijn. Keep up the good work, het is ontzettend nodig. Jullie doen heel, heel goed werk. Laat ons allemaal vooral het hoofd koel houden, verder doen. En dan is een keer de goeie vieren als het allemaal gedaan is. Van harte.